Dan komen we bij agenda punt 12. Motie vreemd aan de orde van Partij van de Arbeid in zaken een second opinion in verband met de planontwikkeling Lop van Gennep. De hele discussie rond de Lop van Gennep heeft nu al een behoorlijke impact op de bevolking. Er wordt heel veel onrust. Maar wat is bijvoorbeeld de onrust bij hypotheekverstrekkers, bij de banken? Gaan hun nog een hypotheek verstrekken als je hier een woning wil kopen? Terwijl je dat doet op eigen risico, want de schadevergoeding is nul. De hypotheekverstrekkers, ja, u snapt ook wel dat ik daar niet op kan antwoorden. Maar ik wil er toch wel wat op zeggen. Ik wil het ook wel meenemen, maar ik wil er toch wat op zeggen. De huidige bescherming van dit gebied wordt met klimaatadaptatie in het achterhoofd dadelijk eens in de 50 jaar. We gaan naar eens in de 300 jaar. Dat betekent dat de kans dat er hier overstromingen plaatsvinden 6 keer zoveel kleiner worden. Als ik hypotheekverstrekker was, dan zou ik zeggen, nou, 6 keer minder kans om een hypotheek te verstrekken. Komt u maar bij mij, want dan krijgt u van mij eerder een hypotheek dan in dit geval. Dus die suggestie om net te doen alsof iedereen hier dit gebied, ik heb de woorden al gehoord, koud stelt. Nou, daar geloof ik helemaal niets van. Maar ik neem de vraag mee en u heeft in ieder geval mijn persoonlijke mening hierover gehoord. We hebben nog geen antwoord gekregen. Kijk, de andere raadsfracties waren van mening dat de vragen die wij stelden, en met name de vraag om zelf een budget te krijgen om onderzoek te gaan doen. Ja. En vragen op te stellen samen met dorpsraden, met deskundigen in het gebied, om te kijken welke vragen moeten wij stellen richting minister, richting projectgroep, of wij überhaupt mee door moeten gaan hier. Of alle besluitvorming op de juiste manier is plaatsgevonden. Want ik heb altijd in de veronderstelling geleefd dat ik aan de Maas woonde. En nu blijk ik ineens in de Maas te wonen. Dat is toch wel een emotioneel voor mij toch een behoorlijk punt. En dat zijn heel veel vragen die gesteld moeten worden. Er is aan de andere kant van de Maas ligt een net zo mooi open gebied. Hè, aan de Brabantse kant als hier. En daar hebben ze een beschermingsniveau wat ongeveer 10 keer hoger ligt dan hier in Gennep. Moeten wij dat als Gennepse inwoners zomaar accepteren? En zeggen van, ja, we krijgen een beter niveau, dus we zijn er blij mee. Of moeten we zeggen, waarom die grote verschillen? Waar zijn die besluiten genomen en op welke grondslagen? Ik vat heel even samen en kijk heel even naar de motie zoals die hier nu is. Ik voel er niet de volle steun in van de partijen, maar wil wel naar de toekomst meedenken. Maar ik merk niet de volle steun voor de motie. Maar misschien, en dan wil ik in de eerste instantie, voordat ik naar de tweede termijn ga, aan u meegeven. Wilt u hem aanhouden of wilt u hem toch in stemming zo brengen, heer Brouwers? Ik zou graag een kort moment willen schorsen. U vraagt schorsing en toen? We hebben bij de wethouder in ieder geval gevraagd en ook gekregen dat hij die specifieke vragen over de juridische status van de aanwijzing van het gebied en de economische gevolgen die waarschijnlijk nu al op gaan treden, of die in ieder geval met prioriteit wil voorleggen aan de stuurgroep. Dat antwoord gaan we afwachten en vervolgens gaan we kijken of wij wellicht in januari met deze motie terug kunnen komen om alsnog dat onafhankelijke onderzoek op te kunnen starten. Want dat is broodnodig. Daarmee onderstrepend het belang van de vragen, die twee vragen die ik u zojuist mee wilde geven naar de projectgroep toe. Als daar antwoord op komt en daar wordt serieus naar gekeken, dan zullen wij dat antwoord afwachten en dan zullen wij deze motie aanhouden om daar op een later moment wellicht op terug te komen. U blijft het bewaken, hoor ik. We blijven het zeker bewaken en het lijkt me ook heel verstandig van de projectgroep en de dijkgraaf, Patrick van den Broek, om hier ook positief in te gaan staan, want de belangrijkste doel van de rondes door het langste dorpen was het verkrijgen van draagvlak. En we mogen constateren dat dat in ieder geval heel erg mislukt is.